Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Vandaag hadden we een flink deel van de dag bewolking met soms ook wat motregen. Maar dat is inmiddels naar Duitsland weggetrokken en het begint flink op te klaren. Op de satellietfoto zien we dat ook gebeuren. In de loop van de middag in Nederland meer opklaringen. En er liggen nog wel wat wolken op de Noordzee, maar die lijken toch geleidelijk aan op te lossen. Voor de avond betekent dat dat het tamelijk helder is, met dus steeds minder wolken. Het blijft droog en het koelt af naar 15 graden. In de nacht daalt het kwik verder. Lokaal tot 5 graden in het noordoosten van het land. Fris dus, met lange opklaringen. In de loop van de nacht naar het noordwesten toe meer wolken. Die zien we daar al wat toenemen. De wind is naar het zuidwesten gedraaid. Morgen overdag neemt de wind geleidelijk aan verder toe. Net als de bewolking als eerste in het noorden van het land. Met daar in de middag ook af en toe wat regen. In de avond breidt die neerslag zich uit over het oosten, midden en zuidwesten van het land. En als laatste laat in de avond volgt ook Limburg. Daar blijft het dus een groot deel van de dag droog met het langst de zon. En het wordt zo'n 20 tot 22 graden op de Wadden, een graad of 18. Dan gaan we verder kijken. De wind draait donderdag naar het noordwesten. En dan wordt weer koelere lucht aangevoerd. 15 tot 19 graden. Een enkele bui, maar ook periode met zon. Vrijdag en zaterdag toch nog steeds wisselvallig met de buienkans. Af en toe een beetje zon en aanhoudend die lage temperaturen. Nou, het kwik gaat de dagen daarna langzaam wel weer iets omhoog. En heel voorzichtig komen we weer in de buurt van de normale waarde van een graad of 20 uit. Maar de onzekerheid neemt ook toe. De kans dat we hoger uitkomen is eigenlijk net zo groot als de kans dat we lager uitkomen. Ik ben Marco Verhoef. Van Weerplaza.nl